En ik geef de heer Klaver het woord namens GroenLinks. Voorzitter, het finale debat over de dividendbelasting. Gelukkig is die van tafel. Het is verstandig dat het kabinet daarvan is teruggekomen. Het is wel een aanfluiting op de wijze waarop dit gebeurt. De minister-president die een jaar lang riep, onverantwoorde risico's die worden genomen. We kunnen niks anders dan die dividendbelasting toch afschaffen. En nu gebeurt het niet. Voorzitter, het vertrouwen van mensen in Nederland in de politiek heeft een enorme knauw gekregen. Maar ik kan ze alvast zeggen, het is al een aantal keer over een motie van wantrouwen gegaan. Mijn fractie zal die vanavond niet indienen, nog steunen. Want uiteindelijk hebben we gekregen wat we wilden. Dat die dividendbelasting van tafel ging. Ja, de minister-president maakt er een potje van. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat deze maatregel van tafel gaat. En we hebben er een jaar voor gestreden. Een jaar dat dit van tafel gaat. En we zullen door blijven strijden tegen de verlaging van die winstbelasting. En ik denk dat we daar minder lang dan een jaar voor nodig hebben om die uiteindelijk ook van tafel te krijgen. Voorzitter, ik wil een tweetal moties indienen. Voor u dat gaat doen, de heer Wilders. Nou ja, voorzitter, ik ben het op dit dossier voor een groot deel eens met de collega van GroenLinks. Dat mag ook best een keer. Alleen wat ik niet snap, is dat hij zegt, los van wat hij met de motie van wantrouwen doet, dat hij heeft gekregen wat hij wilde. Want ja, u heeft net ook gezegd, net als ik, dat misschien weliswaar die dividendbelasting van tafel is, maar dat het geld nog steeds voor grosso modo naar diezelfde bedrijven gaat. Dus we hebben volgens mij helemaal niet gekregen wat we wilden. De maatregel is van tafel, maar ja, hij is, zoals mevrouw Marijnissen terecht zei, een andere verpakking naar dezelfde personen of bedrijven gegaan. Dus we hebben toch niet gekregen wat we wilden. Voorzitter, het is het cadeau in een andere verpakking. Het is de pinautomaat, het is de VVD-cadeaubon waar we het over hebben gehad. Het is allemaal waar. Maar uiteindelijk gaan we nu die strijd weer aan met het kabinet. En ik heb er vertrouwen in dat we dat ook van tafel gaan krijgen. Want ja, het kabinet kiest ervoor, heel onverstandig, om het niet naar burgers te geven. Bijvoorbeeld door wat u zegt, de BTW-verhoging niet door te laten gaan. Of door wat wij zeggen, te investeren in de publieke sector. Daar gaan we nu het debat met het kabinet over aan. Dit gaat pas in 2020, dus daar hebben we nog een heel jaar voor. Dus als ik zeg, we hebben gekregen wat we wilden, dat die dividendbelasting niet door zou gaan, in de pocket. Je moet hier ook je zegeningen tellen. En vervolgens gaan we de strijd dan met dit kabinet om ook de verlaging van de winstbelasting van tafel te krijgen. En meneer Wilders, zoals ik het zei van de dividendbelasting, dat we dat voor elkaar zouden krijgen, gaat dat ook met deze belasting gebeuren. Ja, mevrouw de voorzitter, daar ben ik het dan toch echt met de collega Klaver oneens. Want we hebben helemaal niks in de pocket. Hadden we maar wat in de pocket. Want ja, u wilde het naar de publieke sector, ik wil het naar de burgers geven, maar dat hebben we niet. Dus we hebben niks in de pocket. En het kabinet, ja, die heeft zich natuurlijk, hebben wij en de rest van de oppositie ons best gedaan, en dat zal best een rol hebben gespeeld, maar wat heeft het kabinet uiteindelijk doen besluiten om die maatregel in te trekken? Dat was het telefoontje van Unilever. Dat was geen telefoontje van u, of een telefoontje van mij, of een telefoontje van mevrouw Marijnissen of de heer Asscher. Dat was gewoon een telefoontje van Unilever. En wat doen ze nu? Ze geven het geld opnieuw aan de Unilevers van Nederland. Dus ja, nogmaals, u mag geloven wat u wil, maar ik denk dat u het kabinet te veel krediet geeft, want ze hebben niet naar ons geluisterd, ze zullen niet naar ons luisteren, ze geven het geld opnieuw aan de verkeerde doelen, dus ze moeten gewoon wegwezen. Voorzitter, als de dividendbelasting nu niet doorgaat, dan ben ik daar blij mee. Daar heb ik om gevraagd van wat de reden ook is. Dat komt op Polman, dat komt echt inderdaad niet doordat u het zo vriendelijk heeft gevraagd het hele jaar, of omdat iemand anders dat hier heeft gevraagd, dat komt door wat Unilever heeft gedaan. Maar desalniettemin, dit is wat we wilden en wat de reden ook is, hij gaat van tafel. En komend jaar strijden we door. En de echte afrekening voor dit kabinet komt niet in de 25e motie van wantrouwen die wordt weggestemd. Die komt in maart, als dit kabinet zijn meerderheid verliest. Als Rutte een afstraffing krijgt in de verkiezingen. En dan staan we klaar om ervoor te zorgen dat de verlaging van de winstbelasting helemaal niet doorgaat. Dat is het moment waarop het in de pocket komt. U heeft gelijk, nu hebben we nog helemaal niks. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. De kiezer zal spreken en die zal ons gelijk geven. Voorzitter, ik had een tweetal moties. Een korte waar ik mee zal beginnen en een wat langere. Ik vind het echt bizar dat de minister-president het voortdurend heeft gehad over onverantwoorde risico's. En daarom de volgende motie, de Kamer gehoort de beraadslaging, spreekt uit dat het niet willen afschaffen van de dividendbelasting nooit een onverantwoord risico is geweest. Dat gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door collega Asscher. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, ik had net al het interruptiedebatje. Ja, de motie, want u heeft weinig tijd meer.
Zeker. Ik, ja. Als u mij niet had onderbroken, waren we al bijna klaar geweest. Nou, ik wilde zeggen, ik heb een motie. Ik heb een motie die gaat over de behandeling van het belastingplan. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven pas in 2020 ingaat. En overwegende dat er na het voorjaar een beter beeld is van de gevolgen van de Brexit op economie en samenleving. Overwegende dat de onderhandelingen over het klimaatakkoord nog niet zijn afgerond en de lastenverdeling daarbij een rol speelt. Overwegende dat daarom meer tijd en ruimte gewenst is om tot een goede afweging te komen welke maatschappelijke en economische knelpunten moeten worden opgelost, verzoekt het kabinet de tariefsverlaging winstbelasting grote bedrijven niet op te nemen in de nota van wijziging voor het belastingplan 2019. Het gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door collega's Ascher, Van Raan en Azarkan. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De heer Boudet. Ik heb een vraag, meneer Klaver. We hebben hem in debatten meegemaakt waar wij ook hebben gestreden tegen de dividendbelastingafschaffing. En nu krijgen we inderdaad niet, hij geeft toe, hij onderkent, het komt niet door de Kamerdebatten, komt er iets heel anders, dat het nu dan toch van de baan lijkt te zijn. Vertrouwt hij de premier nog? Vertrouwt hij de premier nog als hij ten eerste zegt dat hij ingaat op onze argumenten hier in de Kamer? En ten tweede, als hij zegt dat er miljoenen banen op het spel staan voor een of andere maatregel. Vertrouwt hij de premier nog? De heer Klaver. Ja, voorzitter. Ik ben het volstrekt, met heel veel zaken ben ik het met deze premier oneens. En dat breng ik hier voortdurend naar voren. En in die zin, vind ik deze premier een goede premier voor Nederland? Nee. Wil ik hem verslaan bij de volgende verkiezingen? Absoluut. Maar als u de vertrouwensvraag zegt en of ik dus bereid ben om op dit moment de motie van wantrouwen te steunen, dan is het antwoord dat ik er niet toe bereid ben. Dus laatste opmerking. Dus de conclusie moet zijn dat u hem vertrouwt. Er kan geen andere conclusie zijn. U vertrouwt hem als hij zegt dat hij naar onze argumenten luistert hier in de Kamer. U vertrouwt hem als hij zegt dat er miljoenen banen op het spel staan. U vertrouwt de premier op zijn woord? Werkelijk? Wie vertrouwt Rutte nog? Ik weet niet of u enigszins heeft opgelet wat ik zojuist naar voren heb gebracht. Ik geloof helemaal niet de woorden die hij heeft als hij zegt... Dit is een onverantwoord risico. Of als hij het heeft over al die banen die het scheelt, dat hebben we voortdurend naar voren gebracht. Dat heeft te maken met verschillende opvattingen over hoe je Nederland moet besturen. Daar verschil ik ontzettend mee van mening. En we gaan hem verslaan, de volgende verkiezingen. Dat is wat er aan de hand is. Dank u wel. Nee, we zien hier een jongen die erg grote woorden bezigt, maar niet durft door te pakken. Pak dan door, steun de motie van wantrouwen. Laat zien dat je ballen hebt. Oh. Nou, voorzitter, nou, dat heeft de heer Baudet deze zomer geprobeerd. Dat wilde ik eigenlijk niet doen. En zeker niet hier in de plenaire zaal. Ik wil het ook niet weten. Voorzitter, ik zou het volgende willen zeggen. Als we ergens voor moeten waken, is het dat moties van wantrouwen hier niet aan enorme inflatie onderhevig zijn. 25 keer achter elkaar indienen en dat ze niet worden aangenomen. Wij gaan in maart dit kabinet verslaan. Dank u wel. Hun meerderheid zal weg zijn. En dan gaan we dingen in Nederland veranderen, meneer Baudet. Dank u wel. Het staat iedereen vrij om daarvoor of tegen te stemmen, meneer Baudet. Dan geef ik nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV.